Ja, en het is uiteindelijk wat je als voetballer wilt. Gewoon echte wedstrijden spelen waar het echt om gaat. En dat begint morgen. We wisten dat 23 juli de eerste wedstrijd in de Champions League stond voor ons tegen Basel. En daarna Johan Cruijffschaal, weer Basel en dan begint de competitie. Dus ja, je moet klaar zijn. De situatie is niet makkelijk, maar daar moet je mee omgaan. Het lekkerste als voetballer als je gelijk voor het echt mag spelen en dat het zo vroeg in het seizoen is alleen maar lekker. Dat ze de afgelopen jaren gewoon heel goed hebben gepresteerd in de Champions League en een paar keer de groepsfase hebben overleefd. En uiteindelijk weet je gewoon dat ze een hele sterke ploeg hebben en wij gaan proberen dat morgen beter te doen dan zij. Wat ik op dit moment weet is dat het gewoon een hele goed georganiseerde ploeg is. En als je naar de geschiedenis kijkt, toen we Basel uit de koker hoorden rollen, dan is het een ploeg die in het verleden vaker de groepsfase van de Champions League overleefd heeft, in de Europa League het goed doet. Vandaag dat ze ook boven ons in de UEFA ranglijst staan qua punten. Dus het is gewoon een gevaarlijke tegenstander. Als je één dag van tevoren de wedstrijd van het seizoen moet spelen, dan denk ik dat we zeker er klaar voor zijn. En ik weet zeker dat we er klaar voor zijn. Ik heb altijd spanning. Maar zonder spanning kan ook heel goed zijn. Ja, dat kan zeker goed zijn. En ik ben altijd nerveus. Dat had ik als speler al en ook als trainer. Maar dat is niet meer dan logisch. Je moet nerveus zijn, anders dan zit je op de bank alsof het je niks interesseert.